Yo, welkom weer in een nieuwe video en vandaag hebben wij een vraag van onze vriend Guido. En Guido vraagt, als ik je naam zo goed uitspreek. Hey Total Strength NL, ik heb een vraagje. Als ik dumbbell side raises doe, dan heb ik een knak in mijn schouder. En dat heb ik al 1 jaar lang en ik weet niet hoe ik het weg kan halen. Guido, als jij een oefening doet waarbij jouw schouder knakt, waarbij een lichaamsdeel knakt, is het 9 van de 10 keer niet de bedoeling. Ik ga uitleggen waardoor dit komt, hoe dit komt, wat de risico's zijn, etc. En natuurlijk de oplossing direct na de intro. Komt-ie! Zoals altijd moet ik een paar aannames maken. Ik ga ervan uit dat onze vriend Guido de oefening uitvoert zoals die vaak op internet wordt verteld. Ik heb hier in mijn hand even 2 lichte dumbbells. Ik ga ervan uit dat Guido de oefening op de volgende manier uitvoert. Hij gaat staan, rechtop, schouders ongeveer tot schouderhoogte en weer terug naar je lichaam toe. Deze variant van de side raises. Mijn vriend Guido, als jij dat op die manier uitvoert, dan verziek je je schouderkop heel erg. En als we naar de schouderkop kijken, hebben we het specifiek over de supraspinatus. En dat zegt jullie helemaal niks, dus nu krijgen jullie mijn computermodelletje in beeld. Als je mijn computermodelletje hier ziet, dan zien we allerlei spieren. De supraspinatus die ik net noem, die zit hier. Recht onder je schouderblad, de geel gekleurde spier. Als je je arm nu recht omhoog brengt, zoals je zou doen bij een side raise, dan zie je dat de supraspinatus klem komt te zitten tussen het bot van je bovenarm en het bot van je schouderblad. En hier komt waarschijnlijk jouw knakkende geluid vandaan. Zoals je begrijpt is het een kwestie van tijd voordat die spier helemaal opzwelt, klem komt te zitten en je schouder wordt geïmmobiliseerd. Dan kan je niet meer bank drukken, dan kan je geen overhead presses meer doen, dan kan je alleen nog maar in de onderste regio bewegen in plaats van ook nog hier. En dat kunnen we nou heel makkelijk voorkomen, alleen dan moeten we de side raise die ik net voor heb gedaan, die gaan we een klein beetje aanpassen. En er zijn een aantal aanpassingen voor nodig. Op het moment, ik zal even mijn schouder laten zien. Als ik deze lichte dumbbells in mijn handen heb, dus ik sta op deze manier, dan kan ik mijn schouderkop hier wat ruimte geven door mijn schouders naar achteren te trekken. Logisch, als je dit op deze manier doet, gaat die spier helemaal klem zitten. Op het moment dat ik hem naar achter draai, creëer ik wat ruimte. Als het goed is, deed je dit al. Dus je trekt je schouderbladen naar elkaar toe. Als ik op deze manier side raises doe, ben ik al een stuk veiliger. Kan ik deze oefening nog veiliger maken? Jazeker, Raymond, dat kan. Ik kan hier gaan staan en mijn duim een beetje naar het plafond toe draaien. We willen dit niet overdrijven. Ik hoef alleen maar mijn duim van een neutrale positie naar iets wat naar het plafond te doen. Als wij het bot van mijn bovenarm hebben en ik sta op deze manier en ik draai wat zo. Dus ik heb al die grote borst en ik draai mijn arm er nog wat onder. Dan creëer ik hier meer ruimte. Dit is een stuk veiliger als dit. Dit is veilig, dit is niet veilig. Het gaat er dan wel om dat als ik zeg draai je duim, dat we niet alleen onze duim draaien. Zoals je ziet is dit een beweging van het bot van mijn onderarm. Ik kan simpelweg mijn duim draaien zonder dat er wat in mijn schouderkop gebeurt. Als ik zeg duim draaien, dan wil ik dat we de elleboog er ook bij draaien. Dus op het moment dat wij zo staan, hebben we een grote borst, draaien we onze duim en elleboog, hebben we wat ruimte. Zoals je ziet, als ik ga ervan uit dat jij je laterale deltoid wilt trainen, de zijkant en niet de achter- of de voorkant. Op het moment dat je hier die deltoid hebt en je draait alles naar buiten, zie je dat de spanningslijn niet meer klopt. Dus de lijn vanaf mijn spier tot aan mijn gewicht, tot aan het gewicht, die klopt niet meer. Dus ik heb hier die laterale deltoid en ik draai. En nu komt de spanning op die voorste deltoid. Probeer dit maar eens als je achter je computer zit. Dus ik sta, ik doe die dumbbells omhoog, ik draai mijn handen omhoog. Ik verplaats die kracht naar die voorste deltoid toe. En dat is dus op te lossen door een beetje naar voren te leunen. Komt de spanning weer op de laterale deltoid. Dus ik leun een beetje naar voren. En dan doe ik dus de side raises. Dat zijn een hele berg aanpassingen voor een hele simpele oefening. Maar dit is wel verschrikkelijk belangrijk als je dus tijdens side raise pijn aan je schouders krijgt. Dat is niet de bedoeling. Wil je nou nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dit was Raymond Schultz, totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.